Ja, flamingo's een met een fucking tweety boven. Ken niet meer. Hey, goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Yay. Nog eens een vlog. Oh my god, het was een korte nacht. Het is 12 na 7 in de ochtend en ik ga naar de kapper samen met Jenske. Ik heb Jenske echt lang niet gezien. Goh, weet dat, want ze is ook al lang niet meer in beeld geweest. Dus yeah, I'm a little happy to see that fucking ugly face again. Maar first things first, de Tom. Even een kleine krediet naar de Tom. De video dat je gisteren hebt zien verschijnen op mijn kanaal, waarin ik naar de psycholoog ga, die heeft Tom voor mij gefilmd en bewerkt. Dus dank u daarvoor. Die is er echt een hele nacht aan bezig geweest. He's like a really good friend, I guess. En ik ben dat nu trouwens aan het downloaden, dat bestand. Hij heeft dat juist doorgestuurd. Ik ben super benieuwd wat het resultaat is ook. Maar goed, wanneer wat dat binnen is, moet ik jou vertrekken. En mijn ogen pieken is fuck. Pablo ligt hier ook te maffen. Dag jongen. Yeah, goedemorgen. You're so tired. Pablo was een beetje ziek van de week. We lagen zo in bed en ineens begon hij een over te geven aan Volonté. Niet goed, hè, jongen? Nee. Maar goed. Ja, we gaan Jenske nog eens zien. Leuk. Maar dat klonk in kerst. Nee, veel mensen vragen er echt al lang achter. Dus ik had ook zoiets van, oké, ik zal hem nog maar eens zien. Nee, wij gaan naar de kapper. En zijn kapper is ook mijn kapper tegenwoordig. So we go together. That's some creepy shit in the morning, Jezus. Yes. Hey Jenske, I'm on my way, Jesje. Waarom is het ook nog zo donker om 11:30? Ik dacht dat altijd vroeg. Jee, ik lig te lang in mijn bed. In ieder geval, ik dacht echt dat het nog redelijk licht ging zijn op deze uur. Maar goed, blijkbaar nog niet. En waarom is dat hier zo donker? Mijn lichten zijn toch aan, of niet? We are gonna arrive at Jenske, nee. Het ding is, om 9 uur is de kapper open en Jens moet om 12 uur op zijn werk zijn. En ja, die is zo wat chic als te druk is en zo, dat hij dan niet op tijd op zijn werk kan zijn. Maar dat komt allemaal goed. Ik kan niet de eerste afzetten op zijn werk, dus hij is sowieso op tijd. En voor de rest, het enige wat er moet gebeuren, zijn mijn punten eraf. En bij de Jens even goed. Allee, ja, mijn punten. Ik kan ze niet meer als ze zeggen. Want serieus mensen, ik kan gewoon niet meer. Als ik heb gedoucht, ik heb mijn haar gewassen en ik conditioner gebruikt en zo. Normaal gezien kan ik altijd gewoon mijn haar doorkammen. Zelfs met conditioner raak ik daar niet meer door. Omdat dat gewoon zo droog is van onder. It's like really kapot, hè. Maar ja, het ding is ook, ik heb dat nooit lang gekregen, mijn haar. Dat is super lang geduurd voordat dat echt was gegroeid. Dus ik had echt zoiets van, ik kon er gewoon niet meer aan knippen. Maar ja, gezien, dan kreeg ik deze shit. Ah, maar ik ben hier zo lang niet geweest, jongen. Holy shit. Ik kwam hier vroeger letterlijk elke dag, hè. Dat is echt al fucking lang geleden dat ik hier geweest ben. Ik kon niet eens de straat in rijden, peephole. Oh, he's standing there. Ken je met dat gesje? Oh, he looks so happy to see me. Echt waar? Dag! What's up with you? Dat is such a rommel weer. Sammy. Hello, bitch. Like the first thing you say is such a rommel hier. Je zei fucking lang niet gezien, ik ken het niet meer. Ja, het is lang is dat geleden. Van de zomer, hè. Is dat echt al van de zomer geleden? We are busy lives, hè. Allee, hoor. Yeah, we are so busy. Being busy, being depressed and shit. Yeah. Goed. Mijn trui nog niet aandoen, want te wat. Ah, je flamingo. Yeah. Of wat is dat? Dit flamingo's. Goed, wat is de weg? Terug die lange banen. Spot ik je op? Wat? Spot ik je op? Joh, dat is een blie van vergissing, is dat die je ziet? Maar, it's my perfume. Ik kan niet meer, ja, gast. Jesus Christ, echt even overdrijven. Maar ik doe zo. Psst, 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 psst. En dan psst, psst. Dat zo. Normaal is het gewoon psst, psst. Let's see, Jesse. Yeah, but I... Ja, is dat nou links of naar rechts? Nou, daar het terug van waar dat komt heel de weg. Nee. Ah ja. Oh. Ah ja. Ja, nee. Ik weet niet, binnendoor ken ik het ook een beetje, maar ja. Die baan is redelijk druk, hè. Heb je geen wees? Jawel, maar die heb je een plier mee. Ja, ik heb die... Ja, maar... Oh.
Ik bedoel de kabel of bedoel het bakje? Ja, ik heb hier een stopcontact laten installeren. Pak je bakje maar. Nee, maar heb je toch hier een prijs? Hier, nee. Fuck yes, nee, hier. Ah wel, kabel, ik heb dat hè? Toch wel, ja. Maar ik dacht bakje, hè. Maar waarom moet je dat bakje... Ah nee, maar... Jij... Oplaadbak bedoel ik. Ah, ja, ja, dat kan ook, hè. Ja, ja, maar die is niet vol. En, Oh, gaat het er bij? Hij is niet vol, zeg ik. Ah. I need to use it strak, hè. Maar ja, als je echt niet anders kunt. Ja, we zullen straks wel zien, hè. Als ik echt zo zonder val. Yeah, but happy to see each other again. Thanks. Ik laat u dat er zo ook in. Ja. Want je bent totaal niet aan het rijden. Allee, yes. Allee, ja, nee. Nee. Allee, ja. Yeah, I'm still alive. Hoe is het? Goed, met jou. Yeah. Maar zie, ik heb één bekend weken zo amper Engels gepraat. Ik kom hier in een auto, daar is toch geen één Nederlands woordje gezien. Dat is echt niet normaal. Oh, mijn haar. Yeah, it's gonna be fixed. Wat zou ik... Ik wil er een... Ja, puntjes af of ja, punten. Ik zou zoiets doen. Dat is veel gisteren. Tot waar komt dat dan nog? Tot aan uw tiet. Maar no, hè, is niet waar, hè? Tot die, door is dat man. Ja, als je de dode stukken eraf vult, ja. Ja, dat is een beetje kaal. Nee, nee. Gewoon de, stuk per stuk, hè. Dus nu stukjes en de volgende keer nog een stukjes. En ik kan het ja, een beetje... Nee, want weten wat dat er niet goed aan is? Hoe zit het hier eigenlijk? Ja, want... my god, dat blijft hier duren, gens. Want als je nu de puntjes doet, alleen de puntjes, hè? Ja. En er blijft nog een beetje gespleten eindjes over, ja. Gaat dat verder splijten en gaat dat weer overkomen. Ah wel, maar als ik dan binnen een paar weken terug ga voor die puntjes, snap je? Dan zijn die weer overgekomen en dan gaat er weer minder aan. Ja, maar dan is dat wel al iets of wat terug gegroeid, snap je? Ah ja, maar ja, dan zo blijf je bezig, hè. Maar ja, dan blijf ik wel, stond ik op dat fietspad, dan stond ik wel iets of wat, dan blijf ik op die lengte. Ah, oh, die fietser gaat al gekund, ik echt kan niet. Echt waar, ik kan niet met die fietser. In ieder geval, nee, ik kan het ook een beetje laten... Niet model laten knippen. Mijn model. Ja, yes, hallo. Laagskes. Ja, wel ja, hè. Zo wij opknippen, hè. Hallo, heb je dat gehoord van die ene van Dutroux? Dat die vrij is. Die ene is heb vrij. Heb je elkaar gerend? Ja, goed, hè. Kan niet. Ja, goed. Ja, ik vind dat goed. Ja, iedereen vindt dat goed, hè. Maar hey, beelden wij niet dat Dutroux vrijkomt. Oh. Die wordt gewoon instant neergestoken als een maar ballon. Maar ja, ben je niet zo veel niet, hè. Jezus, goed voor de vlog. Dutroux getting stabbed by a bot knife. Yeah, wie rijft uit de kapper? Creatos? Zag men er aan om voor binnen te gaan of niet? Het is redelijk warm, denk ik. Dan denk ik het. Yeah. Don't be so gay, yes, echt waar. Are we going or what? Yeah. Ja, niet op mijn schrift letten. Ik zal echt cash geven om schrijven. Ik kan ook mooi schrijven, zeg maar. Baidu. Ja, mijn adres dat kon ik niet online te zien. Mijn e-mail ook niet. En de nummer ook niet. Bye. Je wordt weer verwend, hè? Tijd. Maar ik was hier vorige keer toch in slaap gevallen, weet je dat nog? Ja. Ik was echt vertrokken, hè? Nou, je slaapt overal. Ja. Goed, we liggen hier. Ik kan niet. Being fabulous. Fabulous. Hoe zie je dat? Fabulous. Fabulous, ja. Yeah. Een beetje hardjes, wat ze zei. Maar ik ben gewoon niet blij zijn dat het er een beetje gezond is. Want er gewoon niet meer door kunnen kammen is echt niet gezellig. It's copyright. En hij, zij, leef. Alsof het de laatste dag is, leef. Wij in Vensen zelf hebben er geen aanwezig. Je moet normaal altijd aangemaakt worden. Maar je mocht je ook altijd naar mij of mij zeggen. Dat mag je ook altijd doen. Misschien al zien alle twee met die gsm in de lucht. Het beste moment bij de kapper. Dat is echt, hè? Dat is echt. Ja. Die aan mij te lachen. Omdat je er niet uitziet. Maar ik zie er niet uit. Ziet er kei mooi uit. Pretty. Looking good, zeg jesje. Like always. Hè? Yeah. Die eens ook een gewoonte om ooit van kapsel te veranderen, trouwens. Nee. Wel van kleur, ooit. Ja. Dat was een grote fout. Dat doe ik nooit niet meer. Hoe? Nee. We gaan starten met knippen, denk ik. En er zit al een verzorging op, dus het is al sowieso iets
zachter en het voelt wel beter aan dan dat het normaal gezien is. Oh, mijn lengte. Wil jij er alsjeblieft niet te veel afdoen? Oh, dat reed in paniek zo. Ja, maar hoe lang heb je gespaard voor die lengte? Ja, vooraleer dat dat zijn lengte bereikt heeft. Ja, maar ik ben zo lang niet aan de kapper geweest. Ja. Vrouwen doen dat echt veel, maar ik heb wel zoiets van... Wat maar. I'm not a guy, gastje. Echt, ziet dat er nou zo vrouwelijk zitten beentjes over elkaar. Koffieke erbij. Hoe draag jij je haar juist? Als je dan... Ja, ik heb echt verschrikkelijke weerborstels. Dus dat is... oftewel, is dat gewoon allemaal naar hier een beetje. En dan is een beetje naar daar. Maar... Ja. Okay. Eigenlijk doe ik dat gewoon naar rechter en ik laat dat vallen hoe dat valt. Dus zo, ik kan al de middenschijning knippen en dan kun je er eigenlijk zo wat mee doen. Waar ik wil, ja. Dat is zo. Van onder ook precies wel wat afgebroken geweest, denk ik. Ja. Want je hebt zo, als je dat kant, mensen gaat dat wel kunnen zien. Hier in het midden is dat precies, dat is eigenlijk precies ook een... Korter, hè? Ja, zie je dat een hier? Vederen. Ja. Ja. My hairs are dunny. Je ziet een klein stukje eraf, niet overdreven veel. Rechtdoor? Ja. Er is niet overdreven veel af, maar ik moest echt wel, want het was echt wel heel kapot. En die eens haartjes... Ja, maar het is goed gedaan. Ja, vindt, mooi, ja. Hè? Ja. Jenske, you look pretty too, hè? Thank you. Yeah, ik ga die eens nu naar het werk brengen en dan gaan we terug richting Huizen. Well, Lasse, dat is weer onze zesjaarlijkse meeting. Ja. Maar nee, we gaan vanaf nu elke maand naar de kapper samen, hè? Ja. Dat we toch iets Dat we toch één keer per maand, allez, elkaar zien. Yeah. Goed werk, jongen. Thank you. Yeah. Er is niet veel te doen. Dus nee. Er is niet veel te schoon. Nee. Nee. Maar het gaat weer goed vlot hier. Ja. Show me a pretty try, hè? Ja, dat is gewoon geel. Ja. Strijken is een optie, hè? Ja. Ja, ik strijk nooit iets, hè? Just een hemd. Ik ook niet eigenlijk, alleen sinds ik ben ik jou zo'n. He's doing it for you, because. Yeah. Ik ga niet. Ik kan toch nooit gewoon geraken aan uw kledingstijl, hè? Ik meen dat. Flamingo. Ja, flamingo's met een fucking tweety boven. Ik ken niet meer. Tweety. You are a fucking... Misschien moeten vliegen door de poort. Ik kan niet met u. Doe ja. Ziet. Gesje, je moet dat strijken, dat kan niet, hè? Sorry. Het kan. Gesje, trust me, het kan not, hè? Ja, het kan, ze zijn mij zo. De fiets hier ook gewoon juist naar police voorbij. Ik zit rustig te filmen, terwijl ik helemaal niet goed geparkeerd stond. Tot, ja, gewoon een maand, zeg. Volgende maar, maand. We hear each other, hè? Om, Ja, dat is wel het ding, we blijven elkaar wel horen. Sorry, my cable. Nee! It's my last one. Ik kan hier niet. Uw ex zit nog even filmen, hè? Met je schoontrui. Don't do it, because I feel my ass is bleed. Bleed? Nee. Yeah. Komt er iets? Nee. Er komt. Ja, even wachten. My god. Bye! Just laat nou eens scheten nu ons. Nee, Gesje. Ik heb uw ass gezien! Mag ik uw kont erin laten? Mits een overschrijving van 5 euro is het oké. Oké, ça va. Allee, gewoon. Oké. Okay. Oh shit, bye. Bye, doei. Zo, we zijn lekker thuis met mijn nieuwe kapsel. Allee, al nieuwe kapsel. Is gewoon wat korter, hè, maar goed. Ik kan even een make-up kunnen opdoen. Altijd als ik bij de kapper ben geweest, wil ik mijn eigen zo schminken gewoon om dat geheel te zien. So that's what we're gonna do. Dag jongen. Hoe is het? You happy? Dag meisje. You happy too, yeah. You so happy, ja. Yeah. Maar schat ik je. Oh, kusjes geven. Je kusjes geven, hè. Schattig beestje, hè. Je schattig beestje. Weet je mensen, ik zeg het niet graag. Maar de kjel, en je weet nu perfect wat ik ga zeggen. Die vindt Gesje dus niet schattig. Hoe de fuck kun je deze... niet schattig vinden. Zie het, hoe kun je... Maar die gaan hoog hangen, kom eens hier. Something hanging in je rij, hè. Oh, waar je ook altijd zit, hè, gast. Ik heb boven, ja. Oh, ja, burgers gelezen. Ja. Ruggers. Hoe kun je dat nu niet schattig vinden? Er hangt nog iets, hè. Kom eens hier. Kom eens hier.
Nog. Die denk ik wil spelen, hè? Ik wil er gewoon niet afvallen, Jesse. Ziet die twee sukkeltjes ook. Nee, maar goed, je vindt Jesse dus niet schattig. Als in... een klein beetje schattig, maar. Hoe kun je dat nu maar een klein beetje... Ik snap het niet. It's like the cutest dog in the fucking world, hè? Maar goh, hier is een ding. Ik ben iemand dat als ik make-up heb, en die is bijna op, dan ga ik echt tot het uiterste. En dit is dus op. En ik heb hier echt zo mijn oogschaduwborsteltje, waarmee dat je dan met een achterkant mijn fondetijn eruit haal. Oh, en dan wrijf ik dat hier op mijn gezicht. Sowieso make-up artists zijn nu weer ontvloeken op mij. Dat is ook elke keer dat ik mijn eigen opmaak. Dat is sowieso echt zoiets van Jesus Christ, Jamil. Maar ook niet. We gaan gewoon wrijven. Hier nog een kippika. Misschien moet ik in de spiegel kijken in de plaats van daar. Het biedt zeker uit als een clown. Oké, okay, het zou wel genoeg zijn voor even, denk ik. Hier nog even om mijn snor te verbergen. Deze er terug op. En dan pak ik de achterkant en dan wrijf ik het zo in mijn borsteltje. Yeah, je snapt allemaal waarom ik niet zo een beauty guru online ben geworden. Hè? Want dat was ook niet echt iets geworden, denk ik. Zo beetje zo uitvrieven. Hoe komt dat? Oh, I'm sick. Oh, maar hoe ziek zijn kieken. Echt je lippen wit, hoor. Mensen, ik zweer het, je ziet er echt instant gewoon dood uit. Zo. En dan is er nog wat rood onder je ogen. Ik heb zo'n make-up tasje mee op school. Ik heb zo geen goesting niet meer, dus ik heb zoiets van, oh, ik ga mijn eigen ziek melden. Ons secretariaat. Ik heb zo mijn make-up gepakt, zo van de tijd op mijn lippen gedaan, dat ik er echt zo ziek uit zeg. En dan zo van dat paars rood onder mijn ogen. Oh, ik bekend een ambulance wel, yes. Hij was like, it's just make-up, hè. Goh, zoals je kunt zien is dat nu veel te wit. Maar dat fixen we met deze dingetje hier. Allee, niet alleen met testen, er moeten nog wel wat shit dingen op. Oh, being a woman is zo vermoeiend. Goed, ik kan mijn eigen snel even verder schminken en ik zie jullie zo. Voilà, ze, die ending results. Oh, het is echt fris, mijn haar. Het is echt zo... I like it. Maar ik kon er echt niet meer door kammen of niks. Dat was echt een ramp, jongen. Ik was echt aan het denken voor dat zelf te knippen. Ik stond gisteren in een douche en ik wou dat kammen erna. Ik zeg, what the fuck is this? Dat ging gewoon niet, hè. Maar nu is het like chill en fris. En yeah, de kerstboom is er nog altijd. Die moeten we van de week ook eens opruimen. Ondertussen is het avond. Ik ga de vlog hier afsluiten. Hopelijk vond het leuk om die eens nog eens een keer te zien. En dat gaat waarschijnlijk terug vaker gebeuren ook. Sowieso één keer per maand, want we gaan elke maand samen naar de camper. Yay! En je eens een leuke vlog vond, vergeet dan zeker niet te abonneren door na de video op het cirkeltje te klikken. Ook het belletje ernaast, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video of vlog plaats. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. En doei!